Hey mensen van de Minecraft Day en welkom terug bij de Hardcore Let's Play. En ja, dit is alweer episode nummer 32 zo uit mijn hoofd. En ja, jullie hebben bij episode 30 de map kunnen downloaden. Echt, de duimpjes gingen bij dat filmpje echt massaal omhoog. Ik denk van, maar waarom niet bij elk filmpje? Want als ik dat bij elk filmpje zie, dan kan ik het misschien om de 10 weggeven. Dat zei ik vorige episode ook. Dus geef gewoon een duimpje als je het leuk vindt of zo. Ik weet niet hoor, maar lijkt me eigenlijk wel logisch. En ik zou even wat meer furnaces gaan maken. En ik zou even een ondergrondse iets maken. Dat vind ik gewoon mooi. Ondergrondse koopplek. Oh, wacht. Dan ga ik dat dan hier doen. Ik heb hiernaast. Oh, het is nacht, maar dat boeit niet. Ik heb hiernaast mijn hele mooie farm en zo. En dan ga ik daar zo bouwen. En ik ga zo ook even naar de Nether. En ik ga even mijn eten doen. Maar food. Huppatakee. Zo. Weer wat erbij. 5, 6, 7, 8, 29, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30, 31, 32. Oh, ja, daar zo. Ik denk ook, ik kan niet plaatsen of zo. Kijk, je haalt altijd wat over, wat seeds, dus het is altijd goed. En weet je wat ik ga doen? Oh. Ik wil er niet aan in. Ik ga hierachter iets bouwen. En ik weet niet waarom ik nou aan het hakken ben met een diamond pickaxe. Dat is niet echt het slimste idee. En ook niet het slimste wat je kan doen. Want ik heb ook gewoon twee stone pickaxe. Oh. Oké, jongens, ik ga verder met mijn stone pickaxe. Dan ga ik hier zo'n plek maken waar ik alles kan verbranden. Dus alle cobblestone kan omzetten naar stone. Heb ik nog wel iets met kool voor nodig? Of hout? Ik denk dat ik toch voor de hout ga. En ik zie meteen mijn iron. Kijk, dan ben je rustig gaat hakken. En wat kom je tegen? Iron. Net zoals in een multiplayer. Ik zat laatst met Komali in multiplayer. We hadden gewoon een beetje rond te graven, want we willen daar een groot project bouwen. Er komen ook al video's over. En komen we in een keer dikke diamonds tegen. Een stukje verderop, weer diamonds. Nou, oké. Als een admin op dat moment naast toe zou tp'en, zou die denken, x-ray. Want het was echt recht naar voren toe. Dus echt precies naar voren. Gewoon zo in een soort 2x2 rijtje hadden we alles gedaan. En we kwamen diamonds tegen, we kwamen gold tegen, we kwamen een cave tegen. Eigenlijk kwamen we alles tegen, volgens mij. Maar ja, bij X-ray daar niet, dus dat is wel goed. Want we willen daar iets heel moois gaan bouwen. Dat ga ik trouwens ook in mijn hardcore let's play proberen. Gewoon iets heel groots bouwen. Wat ook heel mooi is. Maar daarvoor heb ik wel heel veel spul nodig. Ook heel veel kobbel. Hout? Nee. Ook heel veel stone en heel veel wol. Dus ik moet ook nog een grotere schapenfarm krijgen. En poeh, dat is allemaal wat, joh. Ik zou even kijken, want ik zocht eigenlijk naar een crafting table. Waarom zoek ik daarna? Want dan zet ik alle stone en zo, zet ik daar zou ik beneden neer. Nog even iets meer. Ik heb dan nog wel cobblestone. Hier ook nog. En dan kan ik gewoon eventjes dit zo afmaken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En nog een aantal keer 4. En nog een keer. Oh. Oh, jongens. Ik weet niet of jullie dat horen nou. Maar ja, het is eventjes wat geluid buiten. En nu ga ik hier naar achteren en dan plaats ik ze gewoon allemaal. Dat past precies. Had ik hier wel eens ook nog een crafting table. En chests. Dus ik maak even een crafting table. Oh, ik heb nog een crafting table. En ik moet nog even het hout hebben voor chests. Nou, ik heb 16 voor nodig, ik heb 20. Komt precies uit.
Dus dat is helemaal mooi. En... ik hoor een rot geluid, maar dat maakt niet uit, jongens. Dat maakt gewoon helemaal niet uit. Want shit happens nou eenmaal. En dat gebeurt nu dus weer. Zo. Want hier zo zet ik mijn kool in. Mijn kool, mijn keisteen, mijn ijzer. En die kan ik hier allemaal verbranden. In plaats van boven in mijn huis. Waarom daar? Nou, dat vind ik mooier. Dan dat ik hier 10 van die ovens neerzet. Dus kool gaat allemaal mee. Koolstone gaat allemaal mee. Iron, gold, stone. Oh, er zit nog een stack kool in. Nog kool. Huppa, huppa. Jij, jij, jij. Dan krijg ik best veel stuff daar. En hier zit ook nog wel wat kool in, denk ik. Ja. Nog ijzer. Zo. Nou, hier zit nog wat stone in. Daar zit ook nog wel wat cobblestone in, maar zoveel kan ik niet meer meenemen. Ik heb genoeg ijzer. Maar... ik kan toch zeker ontiegelijk veel hout hakken. Dat zou ik wel even een fast forward zetten, jongens. Dat hebben jullie nog bijna nooit in een hardcore let's play gezien. Ik ga gewoon ontiegelijk veel bomen hakken. En dan zou ik dan wel een fast forward zetten, want dat is niet echt al te leuk om naar te kijken. Dus daarom een fast forward. Ik doe het zo. Kijk, mijn ijzer. De koolsteen. De titanium. En de stone begin ik hier. Hier. En kool zet ik hier neer. Zo. En nu zou ik dus eventjes wat iron... oh, moet ik even hier zijn. Iron pickaxes maken. Axes. 4 stuks. Of 5 stuks heb ik nu. Want ik ga me nu klaarmaken voor een hele grote building. Nou jongens. Ik ga even slapen. En daarna ga ik eventjes de muziek wat harder zetten. En de... de beeld een beetje fast forward. Ik weet niet waarom ik de zei. Maar ik doe even de deur dicht. Oh, dat kan niet. Hij zit vast. Nou jongens, have fun met het muziekje. Want er komen nog wel eens vragen aan. Hoe heet dat muziekje? Bla bla bla. Dat muziekje hebben wij zelf gekocht. Ja, gekocht. Nou, dus dat... je kan hem downloaden. Maar dan moet je hem ook kopen. Het is $30. Ja. Nou jongens, tot zo. Ik ga fast forwarden. Adios amigos. Ja jongens, daar ben ik weer. En ik heb echt akelig veel hout zitten hakken. Ik zou nu even een paar saplings oppakken. Kijk, ik heb 1, 2, 3, 3, ongeveer 4 stacks logs. Waarom ga ik charcoal van maken? Want ik heb kool nodig, want ik wil heel veel... hey, kool. Steen hebben, wou ik zeggen. Maar dan zie ik toevallig net kool. Even uithakken. Met kool kom ik nou best wel tekort straks. Dus kool heb ik nodig. En ik zal nu weer eventjes rustig teruglopen. Langs het pad, want er liggen nog genoeg saplings waarschijnlijk. Ja, hier heb je het al. En appels. Goed voor het eten.
Ik heb niet alleen de kleine boompjes. En trouwens, dit veld waar ik nu heb uitgehakt, of waar ik allemaal ga uithakken, dat ga ik niet meer replanten. Waarom? Dit wordt de locatie voor mijn project. Want het wordt echt een heel groot project. Ik moet het nog wel allemaal opvullen nog met dirt. Maar het komt allemaal nog. Er zit hier geen berg in de weg, dus dat scheelt. Ik zie een appel. Ik wil die appel hebben. En nog een appel. Kijk, ik heb al meteen 8 appels. 9. Daarbovenin ligt 10. En ik zie nog een stukje log. Hoppakee, 10. 10 appels. Van een rondje bomen hakken. Niet verkeerd. Helemaal niet verkeerd. En ik denk dat hier nog ergens een log... Ja, hier heb je hem al. Even kijken of hier nog ergens wat ligt. Ik heb hier een crafting table gemaakt voor het eten, want ik had hunger nodig. Mijn hungerbouw was bijna leeg, dus dat moet wel. En... nu loop ik weer rustig terug. Ik zou zeggen even mijn oven starten voor het maken van charcoal. En daar kan ik zelf alweer doorgaan. Ik zal zeggen eventjes mijn farms leeghalen. Maar dat doe ik in de volgende episode. Want dit was episode nummer 32. Het gaat nog steeds goed. Kijk, dat doe ik hier zo 32 in. 32. 32. 32. Ik hou helemaal niks zelf over, weet je. Huppakee. Nou, dan pak ik even wat normale kool. Vijftien is denk ik wel genoeg in elke. Alleen heb ik niet eens genoeg kool. Ik heb niet eens genoeg kool. Nou, dan pak ik even de houtskool er weer uit. Ik kan die ook al vaststarten. Nou, volgende lading. 3, 4, 5, 6, 7. Nou, dan kan ik die ook starten. En 1. 2, 3, 4, 5, 6, 8, lol. Ik kan de laatste ook starten. Nou jongens, bedankt voor het kijken naar deze episode. De oven staat aan. Ik kan rustig slapen, tot weer nacht. Tot de volgende keer. Adios amigos. Doe even een groen duimpje, want ik weet dat jullie het kunnen. Want bij episode nummer 30 had ik ook 120 groene duimpjes. Dus ja, waarom hier geen 100? De 100 moeten we kunnen halen hier, dus waarom niet? Nou, in ieder geval jongens, bedankt. Adios.